Zo, dat is dan dat. Hé? Ik zeg, dat is dan dat. En wat is dan dat? Nou, dat. Ik ben klaar voor vandaag. Oh. Heb je het paard gevoerd? Ja, wat dacht je dan? Anders zei je toen niet, dat is dan dat? Nee. Heb je er een lekkere warme deken gegeven? Dat heb ik, ja. Als ik zeg, dat is dan dat, dan betekent dat ook dat er alles gebeurd is. Weet je dat na al die jaren dan nog niet? Nou ja, maar een mens vergeet wel eens wat. Ik niet. Ik heb er een deken gegeven, ik heb er gevoerd, ik heb de kar omgedraaid, ik heb de poort afgesloten, dat is dan dat. Ja. Heb je het hoofdstel ook afgenomen? Nee, het hangt in de muren, is het nou goed? Ik zei... Al trekken we een beetje genoeg, het is in ieder geval lekker warm aan de hals. Ja, jongen, maar weet je wat het is? Als ze het hoofdstel nog om hebben en ze gaat staan vreten in die voerzak, dan zakt het over de hoofd in die voerzak. En dan staat ze. Ja, jij hebt ook geen hart voor paarden. Help nou eerst maar eens even met het sorteren van die batterijtjes, hè? Ik begrijp niet waar jij je tijd nou mee zit te vermorsten, die dingen die zijn leeg. Hè? Leeg? Ja, jongen, ik zeg altijd nooit zaklantaren batterijtjes weggooien, jongen. Ze zijn leeg, je kan er niks mee beginnen. Ja, toch wel hoor. Maar je moet ze even in de oven zetten en dan lekker opwarmen, jongen. Ja, gaan ze weer uren mee, hoor. Daar heb ik nou in de oorlog een aardig centje mee verdiend. Weet jij nog? Nee, ik zat ondergedoken in Friesland. Ik moest niks van hem af hebben. Ja, ik hoop niet dat ze daarop aankomt. Maar ik was de enige in de hele oorlog die batterijtjes had. En die deden het zo, jongen, die deden het zo. Ja, en trouwens, in de vorige wereldoorlog, zal ik je vertellen, vervulde ik mijn dienstplicht en was er van onderduiken geen sprake. Oh, daar begint die weer. Ja, ik zie het nog voor me, jongen. Ik zie het nog voor me. Hier, die Duitsers aan de ene kant. En wij aan de andere kant van de grens. Hè? En dan wezen ze ons aan elkaar aan. En dan zeiden ze, met die kerels en die geweren is intertijd Napoleon verslagen. Als leeuwen hebben we gevochten, jongen. Een tijd, als leeuwen, jongen. Moet je hem zien? De leeuwen van het Waterloopplein. Je kan wel een klein beetje meer eerbied opbrengen voor een oude oorlogsveteraan, hè? Ja. Dan heb ik het been ook mee opgelopen, ja. Wakend over het vaderland, over jou en jullie en jullie vrouwen en kinderen. Ja. Met dat been? Met dat been, ja. Hier. De knapste rijksdokters zijn er aan de pas gekomen, jongen. Ze hebben me opengejaapt van hier tot daar, zou ik maar zeggen. Ach, nee. Ja. En vorig jaar was het toch van hier tot daar? Huh? Ja, ook ja. Maar daar wil ik het nou nog niet eens over hebben. Nee. Trek je broek eens uit, laat eens zien. Wat nou? Trek uit je broek, laat zien jullie tekens. Als jij je broek uittrekt, dan ga ik erbij door het paard het hoofdstel af te nemen. Nee, is toch een mooi aanbod, ja? Ik zal jou eens wat vertellen. Ik ga jou de Medeus laten zien voor bewezen diensten voor het vaderland. Maar die ken ik jou laten zien. Helemaal niet nieuwsgierig. Helemaal niet. Maar wel naar je littekens. Nou, Leo van het Waterlooplein. Ja, ik zal jou direct mijn vuistjes laten zien. Ja. Want jij bent niks te groot om je af en toe een optater te geven, hoor. Hou er rekening mee. Kom dan. Doe dan eens als je durft. Nou, kom dan. Dat wil ik nog niet doen. Hey, wat blijf je dan met je dreigementen? Kom op dan, fruit dan. Dat weet je wel. Hé, jongen. Nou, sla dan. Net als toen ik nog zo klein was, weet je wel. Toen had je me afgedroogd op de honderden gebrood van lusten. 7 jaar was ik littekens. Als er iemand hier littekens heeft, dan ben ik het wel. Moet je eens even kijken. Hier, littekens. Ja, ik heb altijd geprobeerd om je ordentelijk op te voeden. Ja. Jongen, ik had de zaak en ik had jou. Ik moet je opvoeden. Nou, zucht, heb je alles niet verder gelegen laten liggen. Nou ja, jongen. Maar ik kon toch ook niet anders. Ik had de zaak niet. Nee. En dat been werd... Zit toch niet altijd de kou op dat rotbeen van je? Nou ben jij mijn bloedeigen kind. Kind? Nou, ja. Wanneer heb je me ooit als kind behandeld? Tje. Een goedkoop knechtje ben ik al die jaren voor je geweest. Nou ja, maar de,
de zaak is er wel bij gevaren. Ja. Het resultaat is nog niet eens zo slecht. En een rotlijf heb jij niet gehad. Laat me dat je lachen, man. Ik was 12 jaar toen we ze met de kar erop uit. Later moest ik onderduiken. Toen ik opgedoken was, toen stond de kar weer netjes voor me klaar. Nou, dat is dan mijn leven geweest tot nog toe. Ja. Maar het eind is in zicht, hoor. Hoe bedoel je dat? Nou, dat zal jouw zorg wezen. Wat ga je doen? Naar de keuken. Nou, voor. Maar help je me dan niet eventjes die batterijtjes uitzoeken? Geen tijd. Ik ga me even opknappen. Of hoe moet jij opknappen? Ik ga uit. Alweer? Ja, alweer. Van gisteravond ook al, hè? Dat weet ik wel. En vanavond ga ik weer. En het kan heel best zijn dat ik morgenavond weer ga. Huh. Hey, waar ga jij naartoe? Gewoon, uit. Ja, uit natuurlijk. Ja, maar waarheen? Nergens heen. Ja, uitgaan en nergens heen gaan, dat ken je natuurlijk helemaal niet. Dat kan ik wel. Ik ga gewoon uit. Kom je laat thuis? Nou, dat weet ik niet. Het kan wel laat worden, ja. Ja, ik denk wel dat het erg laat kan worden. Hm. En wat ga je dan doen? Ja, zeg, luister eens eventjes, hè. Ik ben geen dochtertje van 14, maar een vent van 35. Aanranden zullen ze me niet, en meelokken ook niet. Geen mens zal het in zijn hoofd halen om mij dronken te voeren en dan proberen grapjes met mij uit te halen. Ik ben geen achterlijke badje. Ik ben een vent. Maak je over mij dan maar geen zorgen, hoor. Dan maak je jezelf alleen maar belachelijk mee. Ga eens weer. Hier, rook eens maar. Zeg, je weet toch dat Pierre Jansen vanavond op de tv is, hè? Nou, ik had gedacht dat je wel thuis bleef om te kijken. Hè? Die vent die spreekt altijd zo mooi, hè? Ik dacht dat jij het wel jovel vond om naar hem te kijken. Hè? Waarom blijf je eigenlijk niet gezellig thuis bij papi, hè? Naar de televisie kijken? Geen zin? Ik heb toevallig een afspraak buiten de deur. Oh, ga je niemand toe? Ja, nou weet je uiteindelijk, ik ga naar iemand toe. Ja. En Dirk, waar kan ik je dan bereiken als het dringend is? Ik bedoel, je kan nooit weten. Zit je nou toch te hengelen, man? Nee, Dirk, je moet me goed verstaan. Ik zit helemaal niet te hengelen, jongen. Maar het is toch altijd makkelijk als je weet waar je iemand bereiken kan, hè? Vooral met een man zo op mijn leeftijd, niet? Er kan toch wat gebeuren? Nee, nou dat met mijn hart, niet? Hè? Waar kan ik je dan vinden? Probeer maar eens een of andere sociëteit, hè? Ik heb nog geen plannen gemaakt. Huh? Daarom scheer jij je, hè? Je hebt je gisteren ook al geschoren, hè? Ik kan me de tijd niet heugen dat jij je meer schoort dan 2 keer in de week. Moet wel een hele belangrijke persoonlijkheid wezen, hè, dat jij je weer scheert. Hè? Zou je niet tegen me willen praten terwijl ik me zit te scheren? Hm? Ik heb het mes pas geslepen. Te scherp. En ik voelde niet veel voor om met een meisje uit te gaan terwijl mijn gezicht onder de pleister zit, begrijp je wel? Oh. Ga jij met een meisje uit? Oh ja. Daar snap ik het. Daarom zit jij je zo op te doffen natuurlijk. Nee. Ik begin het te snappen. Zo. Met de meisje. Wel. Ja, nou weet je het, met de meisje. Mag ik papi? Mag ik uit papi?
met een meisje, papi. Zal vroeg thuis zijn, papi. Oh, ja. Hij zal voorzichtig zijn, papi. Mag ik alsjeblieft uit, papi? Ja, ja, nou, een klein beetje minder kan ook wel niet. Ja, zeg, neem me er niet kwalijk, alsjeblieft. Je stelt je aan als een oude kip met de laatste ei. Doe eens, idioot. Ik ben heus mans genoeg om zelf uit te maken of het een meisje uit te gaan, ja of nee. Ja, ja, ik zeg er toch niks van, jongen. Nee, nee. Een mens die hier een haarbreed in de weg ligt. Helemaal niet. Van mij mag je, hoor. Van mij mag jij. Jongen, zoek maar voor tier, hoor. Zoek jij huis maar voor tier. Kijk, Dirk. Als je jong bent, dan moet je voor tier zoeken, zeg ik altijd maar. Want als je eenmaal op mijn leeftijd bent, je bent oud en versleten, en is er geen levende ziel die me naar je uitkijkt als je eenzaam in je eentje zit, jongen. Echt niet. Arme grijsaard. Wat is het leven jou nog waard? Hier, ga een beetje zitten vreubelen, hè. Maar pas op dat je niet in je vingers snijdt met je been van de handjes, want je zou eens eenzaam kunnen doodbloeden. Nee, nee, nee. Haal weg dat ding, haal weg dat nee, ding. Nee, neem het gerust. Nee, nee, nee. Oh ja. Nou heb ik jou door, hè. Eindelijk heb je het gezegd, hè. En dan loop je al zo lang mee rond. Ik heb wel gezien hoe jij wreed naar me loerde. Ja, wat heb je ermee? Ja, ja, van, jij wil je oude vader kwijt. Je begint. Jij wil je oude vader kwijt. Ik heb het allemaal door. Maar goed. Ik weet nou tenminste hoe je erover denkt. Ja, zeg, luister nou eens. Werd er hier getreiterd? Jawel. Door wie? Door jou. En wanneer? Daarnet. Nee, 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 Dirk. Jij hoeft niet langer met me opgescheept te zitten, jongen. Ik weet de weg wel. Er is wel een plaats voor mij. Zoek jij maar vertier. Zoek jij maar vertier. Er is wel een plaats waar ik een rustige levensavond kan slijten. Zonder iemand tot last te zijn. Maar nooit had ik gedacht dat mijn bloedeigen kind me met een mes naar het leven zou staan. Dit is wel het droevigste ogenblik in mijn leven. Mijn bloedeigen kind. Ja, nooit kan ik eens een keer een geintje maken of het wordt verkeerd uitgelegd. Nee, 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 Dirk. Morgenochtend neem ik wel maatregelen. Dan ga ik wel naar het Willem Dreeshuis of een ander zonnig onderkomen waar ik wat plaats is voor oude, zindelijke heren zoals ik. Nee, 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 nee. Dirk, ik begrijp het volkomen. Ik had het veel eerder moeten doen. Ik heb een appeltje voor de dorst opgespaard. Ik zal het wel rooien, Dirk. Ik zal het wel rooien. Weg moet, mag je wel opschieten. Ik ga niet. Nou ja, je hoeft van mij niet thuis te blijven, hoor. Oh nee, laat maar. Ja, Dirk, zit die stoel nog niet te vernielen? Mijn eigen stoel. Ja, dat is dan pure vernielzucht van jou. Dirk, dit is een kostbaar stoeltje. Hier, een koningin Victoria-stijl. Kijk maar naar de spijltjes, de balletjes en de krullen. Koningin Victoria was niet met balletjes en krullen. De prachtige wel. Prachtig niet. Oh nee, wat is het dan wel? Weet ik niet. Maar koningin Victoria was het niet, die was dikke met ribbeltjes. Ja. In ieder geval is het echt antiek. Oh ja? Ja. Ja. Met een schuimrubberzitting zeker. Toen antiek nog echt antiek was, hadden ze geen schuimrubberzittingjes. Nee, je weet er toch ook niks van, jij ook, hè? Laat je ook maar alles voorkomen. Het was die cocktailcombinatie of dat cocktailkabinetje uit de tijd, ja, van Jan de Wit. 75 gulden heeft meneer ervoor betaald. Man, je laat je toch ook wel eens aan smoes ook, hè? Hoe vaak moet ik je nou nog niet zeggen dat ze in de tijd van Johan de Wit geen cocktailkabinetjes hadden, hè? Maar nee, meneer moest het zo nodig kopen. Meneer moest het ook zo nodig bij het Rijksmuseum om het aan het taxeren. Je maakt ons vaklui belachelijk voor het oog van de hele wereld, weet je dat? Is er nog iemand die oude rommel kwijt wil? Op naar Stiefbeen en zoon. Maar dan wel eventjes wachten tot meneer Stiefbeen alleen thuis is, de oude dan, hè? Want dan die kun je alles kwijt, de mooie smoesie.
Praat ik nog niet eens over die originele Biedermeijer-radiocombinatie van je. Dat is best wel een soort Biedermeijer. Ja, Biedermeijer-sluizer. Hm. Ja, mensen. Mensen kan ze eigenlijk toch wel eens vergissen. Ja, en zit nou niet verder aan die stoel te plukken. En nou voor plan met mijn hele meubilair te verwoesten, heb ik veel liever dit jaar gehad. Ga niet hoor. Niet als jij je zo aanstelt, tenminste. Ik ben wel even langer gevangenen geweest, zal wel blijven ook. Nu is die mooie hond hier gaat de noodkootbeestjes in de straat. Nee, ik mocht eens een keertje weglopen. 10 jaar heb je het gehad, nooit verder geweest dan de kamer in de binnenplaats. Nee hoor, voor zijn eigen best wil, dat weet jij toch ook wel? Die weet toch wat er gebeurd is toen hij de poort aan slipte? Allicht. Was voor het eerst van zijn leven dat hij die auto zag. Maar even voor het laatst ook. Nou, toch kan ik dat bijs wel eens missen. Ja, hij liet me niet alleen hoor. Nee, dat deed hij niet hoor. Hij liet me niet alleen hoor. Kan hem echt wel eens missen hoor. Nou, dan moet je maar een nieuwe kopen, hè? Want mijn hou je met geen 100 kettingen thuis. Was me niet meer overhemd. Ja, overhemd. Ik dacht dat je thuis bleef. Doe toch maar wel. Ik ben geen hond. Ga je naar dat meisje? Ja, ik ga naar dat meisje. En hoe lang kom je dan thuis, Dirk? Je begint niet weer opnieuw, hè? Nee. Ik vraag het alleen maar of ik eventueel op moet blijven, ja of nee. Weet ik niet. Doe maar niet. Ik ben best wel eens een keertje laat worden. Hm. Ja. Als het mee zit, blijf ik de hele nacht weg. En als het tegen zit, ja, ben ik vroeg thuis. Hm? Ga je dan morgenavond weer uit? Ik denk het wel, ja. Ja, ik denk wel dat we elkaar vaak willen zien. Ja, zeker wel. Het is zwaar ingesneden op me. Keurig, Jimmy. Flesje bier. Dirk, waarom vraag je dat meisje niet eens thuis? Thuis? Ik ken dat meisje amper. Ik wil er niet schichtig maken. Schichtig maken? Wat markeert er hier? Schaam jij je soms voor je ouderlijk huis? Toch, schaam. Jongen, maar ik ga hier de boel opknappen. He? Dat is leuk voor de verandering. Moet niet vergeten, sinds het verscheiden van je moeder is hier nog nooit een vrouw over de vloer geweest. He? Allemaal lekker. Ik heb het. Hé, Dirk. Luister eens. Jij vraagt het meisje te eten. Ja. Zorg ik voor wat patat. Hè? Dan doen we op bordjes. Zo hoort het. Dan leggen we mes en vork ernaast. En een zure bom. Wat zeg je daar nou van? Nou, klinkt niet gek. Zo is het. Ik wil er eens over piekeren. Ja. Ik denk dat ik er eens over zal piekeren. Wel eens zo tussen neus en lippen tegen te zeggen. Nou ja. Hé? Dan kijken we wat zij weer zegt. Ja, want ik kan er natuurlijk niet schichtig maken. Ik ken er nog maar zo kort, weet je wel. Het zou best wel eens niet in goede aarde kunnen vallen, nietwaar? Zomaar ineens met een vreemde kerel bij naar huis. Want kijk, zij weet niet dat jij erbij blijft houden. Dat weet ze niet. Dat weet ze veel. Ze kan best wel eens denken dat ik een of andere schaansmarcheerder ben die in de val wil lokken. Ja. Nee, ik moet het voorzichtig aanpakken, want anders gooi ik mijn eigen glaas in. Nou ja, goed. Probeer het niet. Gooi eens een balletje op. Ja. Ja, doe ik, ja. Nou, dan ga ik naar boven, mijn eigen verder verkleden. Ja.
Ik wil natuurlijk niet hebben dat ze voor niks aan te wachten. Nee, nee. Tot straks dan, hè? Straks. Ja, ja. Zeg, ja. Nou. Jij toevallig ook niet hebben we twee knaken over de hand, hè? Twee knaken? Jong, 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 dat gaat knap duur uit, zeg. Dure meisjes, hoor. Ik heb geen twee knaken hier een tientje. En laten we nou maar hopen dat ze het waard is, hè? Jij kan het soms zo leuk zeggen, hè? Altijd die grove opmerkingen. Hij gaat uit. Waarom zou ik ook niet uitgaan? Mag het er nog best wezen? Wat is jammer toen? Nee, twist. Zie je wel dat het waar is met het been? Hier rentje kan je erover niet komen. Nou, dat zal knap tijd worden, zeg. Het is laat, hoor. Zeg, wat zal je dat drinken? Een Rijnwijntje of die Pouilly Fries? Ah, jongen, dat kan me toch niet schelen. Ik let niet op de kleur. Oh, die is van plan alles te gaan bederven. Dat ruik ik op een kilometer afstand. Nee. Nou, dat Rijnwijntje dan maar bij de patat. En die Pouilly Fries bij de pudding. Keurig, zo zie je er een stuk beter uit. Ja, is me een trouwpak. Even zo goed mooi. Ja. Zou zij het ook mooi vinden? Vast wel. Alleen, dat petje zou ik er bij je afzetten. Waarvoor? Het bijzonderse pet. Ja, maar het hoort niet in huis, hè. Het is zo Jan met de pet, weet je. Maar ik draag het altijd bij dit pak. Ja, maar niet als we gast hebben. Dat hoort niet. Geen pet. Kom. Nou, dat niet. Zo. Keurig. Keurig. Je kan er best nog heel aardig uitzien, weet je, hè? Ja. Je zou eens een keer wat meer op je uiterlijk moeten gaan letten. Je kan er best heel, heel leuk uitzien als je wil. Vuile, vieze, ouwe. Wel jezelf opdoffen, maar was ze homaar. Wel eens. Is niet waar? Hier moet je de nek zien, een en al vuil. Ja. Die heb je helemaal niet gewassen? Ja, wel waar, ik heb me wel gewassen. Ja, op de bevrijdingsdag, de heren van de Canadezen. Maar ik bedoel vandaag. Dat wilde ik een meisje mee naar huis neem. Oké, maar dan jezelf ook wassen, hè? Want zo kom jij niet aan tafel, dat verkies ik niet. En hier eentje zeer zeker niet. Hé, we krijgen geen paard op visite. Het is een meisje. Nou, ga je naar wassen, ja of nee? Nee. Nee? Nee. Nou, dan doe ik het. Nee. Wacht nou even. Dan ga ik een klein tikje uit het licht zitten. Dan val ik in de schaduw voordat niemand doet. Nee, jij gaat jezelf wassen. Nee, Dirk. En als ik nou eens mijn kraag op zit... Dat je zegt van, hey, af, hey, af, politie, af, hey, een oude man aan de rand, niet doen, au, mijn hart kan het houden, daar, het koude water niet, nee, au, oh. Wil jij het spel voor jou voor de laatste dag al lastig, moet je eens kijken hoe het afkomt. Hup, zo, nou jezelf afkomen, kom, zo. Nou, kijk eens. Een fris en pas geworden baby. Ja. Nou, jongen, ik zei, dat zal ik onthouden, hè. Ja, kom je hard. Dat zal ik onthouden. Top. Ja. Ja, zo zie je er een stuk beter uit. Wat is er? Ik heb een longontsteking mee opgelopen. Ik voel het gewoon opkomen. Wel, nee, je bent gewoon een keertje gewassen, dat is alles. Nou, kom mee, hè? Zo. Nou, als je het koud hebt, dan warm je maar even met de kaars, hè? Ze is laat, hè? Ben je er wel zeker van dat ze komt? Dirk? Jij, veronderstel dat je me voor niks gewassen hebt. Natuurlijk komt ze. Vrouwen zijn altijd een beetje laat, dat hoort zo. Anders staat het zo begeerig, hè? Daar houdt het maar niet van. Ja. Nee, die komt vast wel. Ja. Maak jij maar geen zorg.
En dan nog iets, hè? Ja? Geen vieze bakken. Ik weet hoe je bent. Ireentje houdt er niet van. Dat is een zeer ordelijk meisje. Die weet precies hoe het hoort. Ja, nou. Als ze dat zo precies weet hoe het hoorde, had ze er wel kunnen wezen. Als ze er maar gewoon op tijd had geweest, had het al laat genoeg geweest, hè? Ik hou van mijn prakkie om 6 uur. Zijn prakkie om 6 uur. Jan Boeseroen eet om 6 uur. Ja, ja. Chiekelui raken geen hap aan voordat het 8 uur geslagen heeft. 6 uur. Er is geen tijd voor Ireentje om te eten. Die moet eerst van de fabriek naar huis om haar eigen te verkleden. Of had jij soms gewild dat ze met een doekje om haar hoofd met een werkschortje aan kwam zetten? Ja, nee, maar dan moet je eens even op de klok kijken. Nou, zeg maar 9:12. En ik heb honger. Had je red? Hey Dirk, wat die lepel voor? Voor de soep. Niet goed soms? Nou ja, had toch ook voor de pudding kunnen wezen? De puddinglepel legt nooit naast het bord, maar erboven. Met de vork in tegengestelde richting, voor de aspergesoep, voel je wel? Hey, soep, ja. Nou, laten we vast een bordje nemen. Hey, ja, als jij je buikje maar vast vol hebt, hè. Zou je ook niet vast aan de patat beginnen? Iedereen, je komt er niet op aan, die doet er wel maal wel met een stukje pudding. Nee, vader. Jij wacht tot ze aan tafel zit. Komt ze al? Ik zie niks. Nou, ik vind dat ze je erg in de maling neemt, hoor. Die laat je zitten. Laten we nou alvast maar beginnen. Hè? Die komt vast wel, ze zal een beetje verlaat wezen. Ja, een beetje verlaat. Hij noemt een beetje verlaat. Een uur zowat. Nou, die neemt je echt in de veiling. Neem dat van mij dan. Nou, dan moest ze mij niet flikken. Als ik het was, dan wist ze wel wat ik deed. Nou, wat dan? Nou, ik begon. Met een bordje soep. Neem er maar een broodje, hè. En verder geen babbels. Nou, als je het mij vraagt, dan staat die patat erg uit te drogen, hoor. Brand de soep soms, hè? Nee. Oh. Nou. Een paar nieuwe kaarten. Dat zou ook geen wilde zijn. Hey, Dirk. Dirkie. Mag ik een slokje bij? Nee. Nou, als ik nou eens wat zeggen mag, hè, dan ben jij aardig in de boot genomen, hoor, met dat meisje. Dan laat je zitten, jongen. Ben jij eigenlijk wel zeker dat ze niet met een andere kerel opstapt is? Pas op je woorden, vader. Ik voel wel waar jij naartoe wil. Nee, jongen. Ik wil nergens heen. Daar moet jij je mond houden. Zei je niet iets van met een andere vent op stap? Nou ja, jongen. Hier is in ieder geval niet. Hè? En als ze nou zo gek op je is, zoals jij zegt, hè, dan had ze toch hier al lang kunnen wezen. Tenminste, als alles zo was zoals jij het vertelt. Nou, ik vind het maar een schandaal, hoor. Zo'n prima kerel als jij. Hè? Wat moet dat later nou worden? Hè? Je bent niet eens je eigen baas meer. Weet je dat? Later dan wikkelt ze jou gewoon om de vinger heen. Nou, ik vind zo'n prima kerel als jij, die verdient het niet. Nee, een geetje wat je laat zitten. Wat misschien wel met een andere kerel op stap is. Weet je van? Goed, haal het vlees de maar! Als ze niet had willen komen, had ze dat toch gewoon tegen me kunnen zeggen. Ze hoeft toch niet de vloer met me aan te dweilen. 1 woord was toch genoeg geweest. Jongen, hier is de soep, jongen. Dat geeft niks, hoor. Dit is de meer erbij. Bij. Lekker. Zo'n meter en geweld. Hey, Dirk! Mijn soep! Verbeeld zo'n meter en geweld! Hé, hey, dat is mijn soep! Wat doe je me nou? Dat kunnen weten, hè? Zulke opgedirkte wijven. Als ik dan maar gemoed te werk. Nee, ik val de patat halen en de zure bommen. Nee, staar ik voor Piet Snot kaarsen notabene. Dirk,
Dirk, jongen. Ja, maar Dirk, wat doe je nou, jongen? Ik schrik ervan. Hier, met je patat. Hier, ga nou rustig zitten en eet je patat op. We hebben elke helft een happortie erbij. Lekker royaal. Eet niet. Ja, Dirk, wat is dat zonde van die patat, jongen? Dat moet je toch niet doen? Je moet je niet kwaad maken, ze is het niet waard. En jij bent net zo slecht als zij. Nee, dat is mijn prakkie. Kijk. Ik ben er niet eerst de beste, maar goede geld heb ik aan uitgegeven. Dat doen ze er toch aan mij niet te doen? Wat doe je nou? Hey, Dirk. Hey, Dickie. Dat kan er wel eens wijzen. Nou, doe nog niet open. Zal ik even de prakkie bij elkaar rapen. Hé? Zonde van al die patat. Wie is daar? Ik ben er, Dirk. Ben je niet een beetje laat? Nee, toch? Ja, toch? Na een paar minuutjes misschien. Maar mag ik niet binnenkomen? Waarvoor? Nou, moe, je had me toch uitgenodigd om te komen eten? Eet smakelijk. Hey, wat is dit voor een vertoning? Hey, doe open! Hey! Ah, past mens. En laat je hier nooit meer zien. Jongen. Ik ben trots op je, hoor. Zo moet je met die vrouw omgaan. Hè? Ha, je vader is trots op je. We hebben ze toch al niet nodig, die wijven. Hè? We kunnen toch best met z'n tweetjes vinden. Hè? Weet je wat wij nou straks doen? We gaan gezellig zitten kijken naar O'Willem. Ook thuis. Hé? Nee dan? En dan heb ik voor jou nog een extra verrassing. Hier. Kijk eens. Steek jij nou eens even een fijne sigaar op. Hé? Even kijken. Lucifertje van je vader. Hé? Alleen al omdat je lekker thuis blijft, jongen. Hé? En blijf jij nou eens rustig zitten. Weet je wat ik dan ga doen? Dan ga ik stoeltjes klaarzetten voor de tv. Vanavond. Hé? Maar blijf jij nou maar rustig zitten, jongen. Hé? Hey, Dirk, weet je wat we dan ook doen? Dan trek ik een lekker versie Beausoleil open. Voor jou. Hé? Hey, blijf jij nou maar zitten. Ik doe het allemaal zelf. Speelt zo'n meter echt wel. Zo is het, jongen. Ja. Zo zijn de vrouwen, hè? Thank you.